Goedenavond allemaal. Oh, ik ga even mijn geluid uitzetten. Ja, daar zijn we. Hallo allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik moet een beetje bijkomen qua adem, want ik moest heel snel nog even naar beneden rennen om de oplader te halen. Dus als jullie denken, ze klinkt een beetje buiten adem, dan is dat de reden. Hoi hoi, hallo. Oh, gezellig. Jullie stromen allemaal al binnen. Nou, ik wacht rustig even. Ik heb mijn camera een heel stuk hoger gehangen vanavond, omdat we op groot formaat gaan werken. Ik ga tijdens de live wel een beetje in de gaten houden of het allemaal een beetje goed te zien is. Maar ik geef anders even een seintje. Goedenavond, hallo. Kunnen jullie het allemaal goed horen en goed zien? Er zijn nog veel kinderen buiten aan het spelen, dus mocht je iets op de achtergrond horen, dan zijn het waarschijnlijk de kinderen uit de buurt. Nou, ik ga rustig een beetje beginnen met vertellen wat we vanavond gaan doen. En dan gaan we daarna lekker van slag, of van start, wou ik zeggen. Afgelopen maand was de challenge op ons blog Cirkels. En daar had ik deze creatie van, voor gemaakt. Dus deze layout eigenlijk. En dat is de lijn van 49 and Market en dan de Moonlight. En ik heb die echt al wel verschillende keren gebruikt om daar mooie creaties van te maken. Want ik ben helemaal weg van die collectie. En voor vandaag wilde ik eigenlijk die allernieuwste gaan gebruiken, maar die is er nog niet. Dus die volgt de volgende keer in de live. En toen zei Janina, oh maar die collectie die is eigenlijk ook wel leuk voor een live. En toen dacht ik, ja, dat vind ik helemaal waar, want ik ben er helemaal fan van. Ik ga niet de hele collectie nog doornemen, want dat hebben we al wel eerder gedaan. Wat ik wel nog niet eerder in een live in ieder geval heb laten zien, is dat er ook zo'n heel groot vel, maar hij schittert denk ik een beetje, rub-ons zijn. En die rub-ons zijn er bij 49 and Market eigenlijk al veel vaker. Hè? In bijna alle grote collecties zijn er rub-ons van. Maar dit is eentje op formaat van 30 bij 30. Met dus ook wat grotere afbeeldingen. Nou, dan zie je ook meteen een beetje het thema van die collectie waarmee ik nu ga werken. Heel veel botanisch, dus heel veel bloemen, vlinders, planten. En eigenlijk ook wel een beetje van die natuurlijke tinten. Nou, dat vind ik super leuk. En ik ga gewoon allerlei dingen van die collectie door elkaar heen gebruiken vanavond. En hier had ik dus ook verschillende items gebruikt van die chipboard elementjes. Net als het frame hier is van chipboard, die is dikker. Ik heb wat knoopjes gebruikt. Ik heb uiteraard de laserplaatjes gebruikt, die super fijn zijn uitgesneden. En omdat het cirkels was, heb ik verschillende cirkels terug laten komen. Ook in stempeltjes, halve cirkels. Een doily is natuurlijk op de achtergrond ook een cirkel. Die Viewmaster, superleuk, vond ik ook cirkels. Dus vandaar dat je daar veel cirkels ziet terugkomen. En vanavond wil ik graag een scrappagina maken op groter formaat. Namelijk gewoon 30 bij 30. Ik spiek heel even of ik bepaalde dingen heb gemist. Ja, die schaven, Martine. Ik ben er ook helemaal weg van die collectie. En ik moet zeggen, ik heb daar dus zowel de grote vellen van als de kleine vellen. Maar er zitten ook van die, een beetje basisvellen in de collectie. En dan heb je aan de ene kant heb je, het kleurtje met hier en daar wat script. En aan de andere kant van het vel heb je gewoon, helemaal even kan ik het niet noemen, want er zitten wel wat spelingen in qua kleur. Dus het is niet helemaal gelijk, maar wel heel neutraal. Nou, deze kant die wil ik graag als achtergrond gebruiken. En dit vel, dan gaan we dit even eraf halen, wil ik als basis van mijn pagina gaan gebruiken. Dus dat is in eerste instantie de basis. Verder heb ik heel veel plaatjes klaargelegd. En uiteraard foto's. Nou, ik heb in overleg afgesproken dat ik deze twee foto's gewoon in de live ga gebruiken. Die heb ik zwart-wit gemaakt, omdat ik dat eigenlijk bij het papier wel heel mooi vond passen. En ik doe de foto's printen met de Canon Selfie. En dan kan ik gewoon vanuit mijn telefoon kan ik, het gewenste formaat. Er zit natuurlijk een max aan, dus deze die heb ik helemaal over de breedte gedaan. Maar het frame komt er toch overheen, dus dan ga je dat verder niet zien dat die boven wat langer is dan aan de zijkant. Dus die leggen we even aan de kant. En dan gaan we lekker van start. Ah, dank je Linda, lieve eigen foto's. Ik ga wel heel even wat plaatjes ook beïnkten. En we beginnen gewoon even rustig, want dan hebben anderen ook nog tijd om mij op te zoeken. Met de vellen in ieder geval even een randje te geven. Nou, in eerste instantie had ik bedacht om daar de walnut steen voor te gebruiken. Alleen toen was ik net het frame al eventjes een randje inkt aan het geven. En toen dacht ik, nee, ik vind het toch mooier als hij net iets meer afsteekt. Dus ik ben nu voor de ground espresso gegaan. Hoeft natuurlijk niet. Gewoon lekker doen wat jij mooi vindt. Met gesso kan natuurlijk ook. Dat is het leuke aan creatief, hè? Gewoon lekker je eigen stijl er aan toevoegen. Oh, smakelijk Aletta. Dan ga je nog laten eten, toch? Of zit jij niet in Nederland? Misschien is dat wel jou wel een normale tijd. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, doe ik ook even bij deze. Ik heb het vel iets kleiner gemaakt. Want de achterkant, dus de kleur die ik nu vast heb, ja, die wil ik natuurlijk iets groter hebben, zodat ik die ander kan matten. Dus ik heb er een stukje van het bovenste scrapvel afgesneden. Zodat je hier, zeg maar, omheen gewoon een mooie ruimte over laat. Zo. Dat is één. Ja, dankjewel Marion. Ik zie dat er een vraag wordt gesteld over papier. Dit is 49 and Market. En hij heet eigenlijk zelfs Moonlit Garden nog. Dat hoort er nog achter. Dus dat is de serie. En ik heb daar ook alles van gelinkt. Dus boven mijn live zie je ook het linkje staan. En wellicht dat iemand anders het linkje nog wel even in de reacties wil delen. Ik ga die onderste heel even gewoon aan de kant leggen. Want we gaan hier toch nu op werken. Dus dan leg ik deze eventjes aan de kant. En wat ik dan als eerst ga doen is eventjes kijken wat ik van die rub-ons wil gebruiken. Want ik had bedacht... Nog niet alles, maar wel een beetje qua opzetje. Om die frames op deze manier eigenlijk als basis te gaan verwerken. En daar allerlei plaatjes onder te doen. Maar dat gaan we zo zien. Maar toen dacht ik, hier links in de hoek zou leuk zijn om daar nog iets van een rub-on te doen. En wellicht nog ergens anders. Maar in ieder geval links ga ik vast even kijken wat ik daarvan leuk vind. En ik zat eigenlijk te neigen naar deze. Wat ik doe is, ik knip die gewoon even uit. En dan kunnen we dadelijk kijken of we dat ook wat vinden. En wat altijd kan helpen is om eventjes jouw afbeelding een beetje neer te gaan leggen. Uiteraard is het gewoon een beetje schuiven. En dan kun je natuurlijk een beetje de hoogte bepalen wat je mooi vindt. Maar ik dacht misschien is deze... Zoiets wel leuk. Dan komt die postzegel die daar zit daaronder. Ik laat hem dadelijk nog een stukje naar beneden zien. Het is een beetje moeilijk om alles even goed in beeld te houden, denk ik. Ah, dankjewel Martina. Super. Even kijken. Je kunt van de achtergrond ook een kader maken. Ja, zeker Geesje. Dat kan absoluut. Dan kun je het andere papier nog gebruiken. Zeker. Nou, deze, die zijn ook altijd leuk. Die zitten hier natuurlijk ook op mijn papier. Dus ik denk dat ik die misschien wel helemaal rechtsboven ga doen. En die vlinders, die kunnen we ook nog toevoegen. Maar daar gaan we gewoon tijdens het maken even naar kijken. Ik knip ze wel vast even uit. Dan hoef ik namelijk dadelijk niet meer de hele tijd het vel onder de camera te leggen. Want dat weer kaatst voor jullie. Zo. Dan leggen we die even aan de kant. Nou, wat ik dan ga doen is een aantal plaatjes die ik al had klaargelegd even erbij pakken. En dan gaan we die vast even beïnkten. Dan hebben we dat vast gedaan. Ah, dankjewel Adi. Ja, ik vind het ook echt heel mooi. En er komt, wat ik al zei, dus wel een, nog een nieuwe lijn bij. En die heet, uit mijn hoofd gezegd, Crafty Garden. Ja, ik vind het hier wel een beetje weg van hebben. Nou moet ik erbij zeggen, ik heb hem natuurlijk nog niet in het echt gezien. Dus misschien zeg ik nu wel, ik vind hem hier een beetje weg van hebben. En is dat in het echt niet zo? Maar ja, die staat wel echt op mijn verlanglijstje. Nou moet ik zeggen, ik ben sowieso wel echt fan van dit merk. Want als je ook deze plaatjes ziet, hoe ontzettend gedetailleerd zijn die. Ja, zo kan ik niet knippen, echt niet. En ik vind het gewoon heel leuk om op deze manier met die producten zelf een beetje ja, een layout op te gaan bouwen. Dus dat gaan we vanavond samen doen. En ook deze collectie, ook al is die dus al even uit. Want ja, ik denk dat deze in november of december uitkwam. Blijft die natuurlijk super mooi, hè? Dus hoeft niet altijd alleen maar de nieuwste producten te gebruiken. Hallo allemaal, voor degenen die nog lekker binnenstromen. Gezellig. Nou, bij sommige kleurtjes zie je natuurlijk niet helemaal dat ik beinkt. Maar dat zit een beetje in mijn systeem om het dan wel overal te doen. Dit lange ticket ga ik even in zijn geheel beinkten. Maar ik denk dat ik die dadelijk in twee stukken knip. Want het lijkt me leuk om die zowel onder als boven het frame uit te laten komen. En ja, eigenlijk wat net ook al gezegd werd. Als je dat middenste stuk niet ziet, kun je dat net zo goed ertussenuit knippen. Dan hebben we er twee keer plezier van. Nou, deze hou ik even heel goed vast, want hier is die een beetje kwetsbaar. Oh. Zo, dat maakt niet uit. Hebben we hier nog een mooie bloem. Even kijken, Saskia, ik heb ze vanmiddag bij de collectie. Ja, hè? Dat dacht ik al wel, dat die heel goed gecombineerd kunnen worden. Dan moet ik zeggen dat mijn, deze collectie inmiddels ook al begint te slinken. En dat is alleen maar een goed teken, want dan hebben we hem tenminste goed gebruikt, toch? En dan wilde ik nog even zeggen, van deze collectie is er ook een cluster set. Die heb ik hier nu ook de plaatjes van bij liggen. Alleen ja, gebruik ik ze gewoon allemaal door elkaar. Maar mocht jij het nou moeilijk vinden om soms een opbouw te maken, dan zijn die cluster sets ook heel handig. Dat is er niet bij iedere collectie, maar daar staan ook wat voorbeelden bij. En dat geldt ook voor het, er is zo'n pakket met een album. En er zitten echt allemaal pagina's ook al bij, met uitleg hoe je hem kan opbouwen. Dus mocht je het leuk vinden om daar een keer een album mee te maken, maar je weet niet zo goed hoe je dat aan moet pakken, dan is dat ook echt heel misschien leuk om eens uit te proberen. Zo, ik doe hem ook even aan de binnenkant van dat frame. Bij dit grote frame had ik dat voor de live al even gedaan. Zo. Nou, en als we nog meer gaan gebruiken, dan gaan we dat ter plekke bekijken. Oké. Nou. Ik ga die rubbons heel even aan de kant leggen. Dan gaan we even een beetje kijken hoe we het leuk vinden. Nou, dit frame heeft een opening van 9 bij 9 centimeter. Nou, wat ik net al vertelde, als ik een foto print, dan heeft mijn fotopapier een normale fotoafmeting. Ik kan zelf via de app instellen hoe groot ik hem wil, maar breder dan het formaat wat ik nu heb, kan die niet printen. Dat is niet erg. Oh, ik heb nu trouwens de grote hier liggen, denk ik. Even spieken hoor, want ik had nog een frame hier klaar liggen. Oh, grapje. Ik heb hem wel goed. Dan meet ik hem even voor jullie opnieuw. Ja, hij is 9 breed en dan is hij 10 hoog. Ja, had ik het wel goed. Hij is 10 hoog en 9 breed. Dus op deze manier past hij er heel mooi in. Nou, ik dacht, als ik die nou mooi in het midden doe. En het kleine frame is, ik ga hem nu eerst meten voordat ik het zeg. Ja, heb ik wel goed. 6 bij 6. En daar komt deze foto in. Nou, voor degenen die niet weten wie er op de foto staat, dat is mijn dochtertje Ju. En omdat zij natuurlijk allemaal kleurtjes op die foto heeft, heb ik ze in zwart-wit gedaan. Ik dacht, dan past die mooi bij de collectie. Nou, deze lijkt mij leuk om die een soort van hierachter te doen. Alleen, dit stuk gebruiken we dan helemaal niet. Dus wat ik ga doen, ik ga hem hier gewoon een stukje afknippen. En dat doe ik hieronder ook. Zo. En dan gaan we gewoon zuinig met mijn plaatje om. Want dat middenste stuk kunnen we nog een keer gebruiken. Gaan we die daar doen. Ik ga nu in eerste instantie gewoon wat schuiven hoor. En dan gaan we daarna plakken als we een beetje weten wat we willen. Even spieken. Ja, ik zag het Jannie. Dat er een nieuwe release is in samenwerking met Sissix. Ik ben heel erg benieuwd, ja. Nou, dank jullie wel. Kijk. Deze bloem, die wil ik hier mooi achter verwerken. Zo. En dan hadden we hier dat hele kwetsbare, nou ja, het moet een beetje gaas zijn, hè. Tja. Zo, een beetje voorzichtig door. Als ik die nou een beetje achter doe. Dan lijkt het me leuk om hier links een beetje een toef te maken met allemaal plaatjes. Nou, zoals je ziet, je gaat natuurlijk niet alles over elkaar leggen. Maar we gaan het gewoon een beetje opbouwen. En dan moeten we natuurlijk even kijken dat we niet de hele foto gaan bedekken. Dus juist daarom is het ook wel fijn om dat van tevoren een beetje te schuiven. Uiteraard beweegt het nu een beetje. Zo. Nou, hoeft niet helemaal precies te liggen natuurlijk. Maar even kijken of dit wat is. Nou, hebben we hier van die leuke takjes. Daarbij vind ik het wel leuk als die hier achter ligt. Maar dan moet deze bloem daar wel. Zo, gaan we een beetje naar links doen. En op die manier probeer ik een beetje de kleuren te combineren. Dus rustig en wat donkerdere kleuren. Ik ga heel even spieken of jullie het zo goed zien. Die foto's die weerkaatsen wel een beetje. Hè? Is dat heel hinderlijk? Oh, dank jullie wel voor de lieve berichtjes over de foto's. Kijk. En juist door een beetje te spelen met die afbeeldingen met groot en klein. Wordt het ook meteen wat speels, hè? Nou, deze ticket, die vind ik eigenlijk ook wel leuk om daar een beetje onderuit te laten komen. Nou hebben we eigenlijk op dit moment alleen maar hierboven in die bloem wat blauw zitten. Dus dan wil ik eigenlijk dat blauwe stukje van die ticket, dat je dat ziet. Dus ook deze ga ik gewoon even doormidden doen. En dan gaan we deze hier neerleggen. Oké, fijn dat het niet hinderlijk is. Anders geef het aan, hè. Nou, heb ik hier nog een vlaggetje. Nou, zoiets. Het schuift nu natuurlijk, dus we gaan het dadelijk nog beter doen. Zoiets. En dan even denken. Nou, dan wil ik hierboven natuurlijk nog wat. Dus misschien dat we hierachter een ticket kunnen doen. Kijk, dan wordt dat ook een beetje in geheel. En deze bloem vind ik ook heel leuk. En dan kunnen die steeltjes van de bloem weer achter het onderste frame vallen. En er zitten ook nog van die, ja, ik noem het gedeeltes van swirls in. En ik dacht, misschien dat we die ergens achter kunnen steken. Die hadden jullie mogelijk al een beetje op de flyer gezien. Want ik wist nog niet hoe ik het ging doen, maar ik had het even een beetje neergelegd. Op die manier komen we al een heel eind, toch? Nou, dan gaan we dadelijk nog wat dingen toevoegen. Maar nu hebben we een beetje een globaal idee. Nou, dan zien we dus dat hier linksboven in de hoek, daar kan nog zeker wel wat kleur gebruiken. En rechtsonder vind ik eigenlijk ook wel. Nou, we hadden natuurlijk hier op ons. Dus dat even te kijken. Want hier, op de achtergrond, ik weet niet of dat voor jullie zichtbaar is. Hier zit eigenlijk ook nog heel lichtjes een bloem op de achtergrond. Als ik daar nou weer die bloem overheen doe, denk ik dat dat niet helemaal mooi uitkomt. Want die rub-on is natuurlijk relatief transparant. Dus ik denk dat ik dan eerder neig naar bijvoorbeeld daar vlinders. Nee, die niet. Deze gaan we rechts in de onderhoek doen. Dus deze haal ik hier neer. Of haal ik hier af, bedoel ik. Zo. En dan ga ik heel even kijken of ik mijn rub-on tool hier heb liggen. Dan horen jullie mij een beetje lawaai maken. Ja, hier ligt hij. Helaas is die niet meer leverbaar, maar ik vind hem super fijn, dus die gebruik ik wel. Wat wel goed is om te weten, is dat er bij die rub-ons van 49 and Market zit altijd zo'n wit staafje om ze aan te wrijven. Maar ik gebruik die dus nooit, maar ik heb er net wel een uit de verpakking gehaald. Ik zie hem even niet, maar het is een best wel stevig plastic staafje wat echt goed helpt. Dus deze die zijn echt best wel zwaar. Maar dat werkt ook. Nu ga ik alleen wel even wrijven. Schrik niet. Want dan gaat mijn camera altijd een beetje bewegen. Dus mocht je dat vervelend vinden, dan kijk even weg. Ik zal proberen rustig te wrijven. Nou, dus er zijn natuurlijk heel veel merken die inmiddels rub-ons hebben. Moet wel zeggen. Ik vind die van 49 and Market en ook van Tim Holtz heel fijn. Het gaat er altijd heel goed vanaf. Dan hoop ik dat dat vandaag ook het geval is natuurlijk. Maar je ziet hem eigenlijk, zodra je wrijft, al loskomen van jouw vel. Kijk, nou gaat mijn velletje, die ligt er gewoon al los op. Het is net alsof het zo in je papier is gedrukt. Goedenavond voor degenen die nog komen. Even kijken, Lida. Is het een idee om erop om met de vogels op tak linksboven te gebruiken? Ik denk dat ik weet welke jij bedoelt. En dat is ook echt een favoriet van mij, ja. Bedoel je deze? Dat kan zeker. Ik ga hem eens even bijpakken. Ja, die. Nou, dat is denk ik wel een leuk idee, ja. Even kijken hoe die dan uitkomt. Want dan wordt die wel hoog. En dan eindigt het op die bloem misschien net een beetje gek. Ik weet het niet zeker. Hij is wel mooi. Maar dan wordt het wel hier links heel hoog, zeg maar, qua baan. We hebben er volgens mij ook nog eentje op een blad. Deze, die is misschien ook nog wel geschikt. Ik ga het gewoon eens even bekijken. Wel heel leuk dat jullie zo meedenken. Dat is het leuke aan een live, toch? Ja, hè? Dat dacht ik ook, ja, dat hij misschien een beetje te groot is. Nou, weet je wat vooral is? Op het moment dat je dit er dan niet doorheen ziet, dan kan het sowieso wel. Maar dat is natuurlijk wel transparant. Dus dit komt er dan wel tussendoor. Dus ik denk dat ik toch voor de vlinders ga. Maar misschien dat we halverwege denken, we gaan nog iets extra toevoegen. Want er zitten natuurlijk nog meer vlinders bij. Ook een blauwe. En een blauwe vlinder is denk ik ook wel goed om toe te voegen. Want dan hebben we nog wat extra blauw. Ja, dat vind ik inderdaad ook Aletta. Maar dat is niet erg. Soms is het leuk om wat dingen uit te proberen. Nee, die vind ik ook te groot. Ik ga gewoon voor de kleine vlinders. Dus deze. Zo. En dan doe ik deze hier. En dan had ik er nog eentje. En dan denk ik dat ik die rechtsonder doe. Ik vind het altijd wel leuk om met een oneven aantal te werken. Dus dan hebben we mooi 3 vlinders. Als de vogel eraf klippen. Ja, dat had ook nog gekund. Zo hebben we genoeg mogelijkheden. Hè? Kijk. Ik kan er zo blij van worden. Hè? Ik draai hem heel even hoor. En eigenlijk... moet ik dat vaker doen? Of moet niks. Maar vind ik het wel leuk om vaker een grote pagina te maken. Zeker met deze vellen. Die zijn er zo mooi voor. Maar ja, ik heb dan veel te veel dingen die ik leuk vind om met die collectie te doen. En nu dacht ik, hé, dat gaan we eens even doen. Dan zou je hem natuurlijk kunnen inlijsten. Ze hebben ook een heel leuk standaard. Waar je de grote scrap... pagina's die je hebt gemaakt in kan doen. En er zit een soort van hoesen in. En dan kun je steeds een andere voorhangen. Dus dan ja, heb je steeds een andere die je leuk vindt. Die je dan een beetje in de hoofdrol kan zetten. Zo. Kijk, nu lijkt het net alsof het zo op het papier hoort. Nou, we gaan een beetje beginnen met plakken. Allereerst, ik haal deze even aan de kant. En ik ga de foto's er even aan vastmaken. Nou, wat doe ik? Ik doe de achterkant van het frame. Daar doe ik wat lijm op. En we kunnen straks ook eventueel wat plaatjes een beetje verhoogd opplakken. Nou, dan pakken we Jul. En dan plak ik hem op de hoogte zoals ik het leuk vind. Zo. Even goed aanwrijven. En dan ga ik heel eventjes hier weer. En dan doen we bij deze hetzelfde. Dus ook aan de achterkant even mijn lijm. Want... mijn foto's zijn natuurlijk heel glad, want het is ja, letterlijk fotopapier. Dus het is makkelijker om het om de lijm op deze kant aan te brengen. En dan leg ik hem gewoon zo. Dan weet ik een beetje hoe ik hem wil. Ik, op het moment dat een foto net iets langer is dan dat ik zou willen, dan zorg ik ervoor dat dan de onderkant net iets afvalt. Dus in dit geval is net haar laarsje een klein beetje onder het frame. Dat vind ik persoonlijk mooier dan dat een deel van haar haren of hoofd niet zichtbaar is. Nou, die komt daar en die komt daar. Zo. Oké. Dan gaan we deze vastplakken. Nou, deze bovenkant ga ik niet meteen doen, want die gaan we dadelijk niet meer zien. Dus dat heeft geen zin. En de rest hadden we al gedaan. Er zit alleen nog een puntje in. En ik vind het wel leuk om die er nog uit te halen. En zo gaan we die zo plakken. En deze gaat eigenlijk zo overlappen. En deze kun je natuurlijk precies er tegenover doen. Ik vind dat niet nodig. Ik vind het juist leuk als het een beetje speels is. Dus ik ga hem iets schuin doen. Ik doe even mijn blad een beetje naar beneden. Dan zien jullie het ook wat beter. Ah, lief Aletta. Ja, ik denk dat ik hem wel aan de muur ga hangen, ja. Die andere had ik eigenlijk ook beneden staan. Maar weet je wat is? Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel vaak gewoon iets maak voor een ander. En iets voor jezelf maken, ja, op een of andere manier. Ik leg deze even neer met lijm aanbrengen, want daar is die zo fragiel. Op een of andere manier, ja, kom ik daar dan niet zo snel aan toe. En dat komt eigenlijk denk ik ook een beetje omdat het is gewoon superleuk om iets voor een ander te maken. En iemand daar blij mee te maken. Maar soms is het ook wel heel leuk om het te bewaren. Zo. Zo. Nou, dan gaan we die even heel voorzichtig doen. Want er is maar één stukje die een beetje moeite heeft. Zo. Dat is toch mooi. Sowieso bloemen, dan, daar word ik gewoon altijd wel heel erg blij van. Zo. Kijk, die kwam daar op de achtergrond. Nou, ik heb dat steeltje natuurlijk bewust zo daarachter gedaan. Alleen die tickets, die kunnen we daar ook overheen doen. Dus op het moment dat je hem niet helemaal aangesloten krijgt, helemaal niet erg. Je bouwt hem gewoon op, dus je kunt altijd nog weer ergens anders een leuk plaatje toevoegen. Ik heb namelijk ook nog van die leuke tickets en postzegels natuurlijk. Was ik bijna vergeten. En de groene variant, die zou er natuurlijk heel mooi bij zijn. Oh. Die zijn ook van 49 and Market. Maar de toast, dat is een beetje bruin beige. Die kan natuurlijk ook. Dan krijg je een beetje de kleur van die ticket terug. Ik zal er even een paar afhalen en dan kunnen we kijken of we die nog willen gebruiken. Zo. Nee, dat is leuk eigenlijk, hè. Ik vind het sowieso wel leuk als er allemaal persoonlijke dingen in huis hangen. Ik moet zeggen, bij ons op de wc hangt inderdaad ook een mixed media project wat ik heb gemaakt. En die hangt er al heel lang. Zo, die gaat iets omhoog. Zo, want we wilden hier strakjes deze. Ik denk dat ik hem iets ga overlappen. Ja, want anders dan zit het kleine frame wel heel erg meer, heel erg naar beneden. Hè? Dus ik ga hem iets zo doen. Oké, even kijken. Dan de rest komt gewoon boven dit grote frame eigenlijk. Dus wat ik ga doen is dat frame ga ik eventjes vastplakken, maar nog niet aan de randjes. Want dan hebben we de mogelijkheid om er nog iets achter te doen. Dus aan de binnenkant doe ik gewoon lijm. Zo. De onderkant ook, want daar komt niks meer achter. En de andere kant laat ik een beetje vrij, zodat we er nog iets achter kunnen stoppen. Zo. Ja, vind je de toaster mooier bij staan, Saskia? Ja, dat snap ik wel. Nou, bij deze doe ik hetzelfde. Hier doen we gewoon allemaal lijm. En hier aan de zijkant willen we nog dingen tussen stoppen. Dus dat laat ik gewoon nog even open. Zo. Oké. Nou, nu is het daar natuurlijk nog een beetje open. Dus dan kunnen we deze er nog achter doen. Zijn jullie wel goed om iets voor jezelf te maken trouwens? Kijk, ik had eventueel hier nog gedacht, die groene. Maar ik vind het ook wel erg donker, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, misschien moet Rianne een keer iets anders gebruiken dan bruin tinten. Maar toch past het vaker ook, hè? Op die manier. Nou vind ik het wel leuk als we dat dan in een tweetal doen. Maar deze was een beetje gescheurd. Dus dan pakken we even een andere. Gelukkig ben ik niet de enige die niet vaak iets voor zichzelf maakt. Nou ja, weet je... dat vind ik het leuke aan bijvoorbeeld de journal of in de planner. Ja, dat vind ik wel leuk. Dan maak je het ook voor jezelf. Maar ik moet daar gewoon, zeker een planner of zoals dit, daar moet ik gewoon echt soms tijd voor vrijmaken. Ik ben nou ook met een heel groot journal bezig. En ja, ik vind het gewoon echt leuk om daar ook tijd voor vrij te maken, om dat ook af te maken. En ja, hoe leuk is dit om als herinnering te bewaren, toch? Ja, precies, Linda. Dat vind ik ook. Nee, nou maak ik het voor onszelf, voor in huis, maar met jullie samen. Dat is een leuke combi. Zo. Nou, hierbij is dit dunne puntje al helemaal fijn. Even kijken, hoe wil ik deze? Ik denk dat ik hem een beetje over dat frame ga laten vallen. Zo. Zo, daar ga ik dadelijk nog wel iets overheen doen. Maar voor nu laat ik het even zo. Dan hadden we natuurlijk dat gaas. Nou, eerst had ik te denken, zal ik die ook door midden knippen? Want je ziet het niet helemaal. Maar daar vind ik het wel erg kwetsbaar voor. En niet alle stukjes zijn straks bedekt. Dus ik denk dat ik hem gewoon in zijn geheel ga gebruiken. Ja, dat ga ik doen. Mits, als ik het goed uitspreek. Ik heb deze keer de Ground Espresso gebruikt. Dus echt wel de donkerbruin. En ik had in eerste instantie de walnut steen bedacht. Alleen ik vond, omdat sommige plaatjes best wel wat donkerder zijn, vond ik de Ground Espresso net iets mooier uitkomen. Nou, deze die komt hier dadelijk ook nog overheen. Nou, ik sta een beetje denken aan een kantje. Die moet hier wel, dat die niet helemaal over die pop heen zit. Want dat vind ik eigenlijk wel schattig. hoe ze de pop de fles geeft. Ja, een beetje op deze hoogte. Ik denk dat ik deze er gewoon los onder laat liggen, dat gaas. Want echt lijmen gaan hem toch niet worden en er komt toch van alles overheen. Dus dan hecht zich dat wel. Even denken, hoe gaan we beginnen? Deze als eerst plakken. Ja, moet ik wel zeggen dat ik de ground espresso de laatste tijd heel vaak gebruik. Maar de wal met stenen inderdaad ook. Ja, soms moeten we een beetje buiten onze comfortzone gaan, toch? Nee, bruin is eigenlijk altijd nog steeds mijn comfortzone. Hè? Ik vind dat wel leuk dat jullie gewoon opvalt. Zo. Yes. Dat is dat. Oké. Dan wilden we deze hier doen. En ze mag wel die bloem mag er wel een beetje overheen komen. Hè? Want uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat hij mooi opgebouwd is. Nou, deze die kan ik eerst plakken. Dan komt die onder het gaas. Oh, wat leuk. Helemaal leuk dat jullie het ook mooi vinden. Nou, ik vind het wel leuk als deze een beetje hoog komt. Ik ga heel even dit neerleggen om te kijken of ik het... Want nu kan ik het nog schuiven, hè. Nu is het natuurlijk nog niet droog. En deze die komt hier ook nog. Ja, deze laat ik zo liggen. Zo. Dan komt deze hier overheen. En dan komen ze achter dat kant. Ja. Nou, het is even een beetje priegelen. Want dat gaas gaat natuurlijk een beetje schuiven. Maar als deze vast zit, die mooie bloem. Die bloem die komt trouwens uit die clusterset. Ik heb eigenlijk nog niet zeker gezien of er van de nieuwe collectie ook weer zo'n grote rub-on is. En zo'n clusterset. Maar in ieder geval... is het wel weer een grote collectie. Vaak zijn de collecties met, zeg maar, de kleuren. Dus bijvoorbeeld de teal was een van de laatste. Die blauwe lijn. Daar zijn wat minder uitgebreide collecties van. Dus dan is er, zeg maar, niet van alles, van alle producten iets. En de collecties wat echt, ja, een bepaald thema heeft. Zoals deze en zoals die Crafty Garden die ook weer komt. En Joyce die was vorige week ook met eentje live. Die is heel kleurrijk. Ik weet even niet hoe die heet. Die heeft een hele moeilijke naam. Die heeft ook zo'n uitgebreide collectie. En ik vind het juist altijd wel heel leuk. Want je kunt het allemaal super goed met elkaar combineren. Zo. Nou. Deze zet ik even een beetje op, dat dat ene blaadje een beetje achter die bloem valt. Op deze manier. Nou, dan kunnen we deze gaan plakken. Ja, die bedoel ik, Saskia. Komt helemaal mooi uit. Ik hou hem heel even een beetje vast, want dan kan hij ook dat gaas een beetje vasthechten. Nou, dan gaan we eens even spieken, hè? Of we dit wel of niet willen. vlaggetje ben ik nog niet zo zeker van. Even denken. Ik heb ook nog van die leuke strikjes. Het vlaggetje gaat denk ik weg. Ik denk dat ik daar zo'n strikje doe met misschien wel een knoopje. Nou, pak ik even dat doosje erbij, want ik had hier ook nog allemaal andere plaatjes. Kijk, ik had natuurlijk het een en ander klaargelegd, maar we kunnen ook gewoon van gedachten veranderen. Nou, die family vind ik sowieso wel leuk als dat er nog bij komt, want uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat erbij past. Zo. Nou, hier staat Moments op, maar we hebben natuurlijk nog meer. Even kijken, jullie kunnen mijn bakje wel een beetje zien, hè? Nee. Oh, die hartjes die zijn ook leuk. Dit zijn trouwens van die chipboard elementjes. Dus die hartjes, dat is wel leuk. Dat zijn net wat dikkere. Ik pak ze gewoon even. Nee. Daar wil ik denk ik straks een vlindertje. Maar ik had dat andere vlindertje in mijn hoofd. Waar heb ik die neergelegd? Oh, hier. Hij ligt onder de postzegels. Kijk, deze vind ik daar wel leuk bij. Even kijken, want ik was op zoek naar een tekst. Want er zitten meerdere van die teksten in. Kijk, deze die zijn ook van die chipboards. Favorites. Ja, die vind ik ook wel leuk. Doen we die daar. Dat zijn stickertjes. Zo. Die ga ik daarboven in de hoek doen. En zo is er natuurlijk helemaal geen moed aan. Gewoon een beetje bekijken wat je zelf leuk vindt qua opbouw. Dat vind ik ook wel grappig. Maar dat knoopje die zit me toch ook aan te kijken. En ik zit toch even te kijken of ik dat vlaggetje nog ga gebruiken. Ja, dat kan. Dan hebben we net iets meer speel. Dat het een beetje speels is, hè? Dat is het een beetje. Nee, nee. Vlaggetje wil je nou gewoon niet. Nou, die familie ga ik vast even opplakken. Hebben jullie nog iets wat je mist? Daar mag het knoopje. Dat vind ik wel grappig. Zo. Ja, daar zat ik ook aan te denken, Marion, om nog wat te stempelen. Maar vind ik ook altijd wel, ja, ik wil hem eigenlijk ook niet dat het te hard wordt. Misschien dat ik dat nog ga doen. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Daar ga ik denk ik nog even over nadenken. Nou, dit hartje vind ik wel leuk om die hier nog te plakken. En op die manier krijgen we steeds dan toch nog een klein elementje. En wat daar misschien nog wel leuk is, ik heb natuurlijk ook van die kleine paperclipjes. Kijk, als we die nou eens hier bijvoorbeeld achter doen, dan is die ook een beetje, zie, dan breekt het wel iets. Nee, Harriet, denk ik ook niet dat het nog te veel bij moet. Deze, die vind ik niet helemaal erbij passen. Dan wordt het gewoon een kleintje. Hey, Stephanie. Dankjewel. Kijk. En we moeten niet vergeten dat hij natuurlijk nog op ons achtergrondvel komt. Ik zal hem er even bij pakken. Even kijken. Zo. Zo. Heb je geen beeld en geluid meer? Ja, heeft de rest wel nog gewoon geluid en beeld? Wat ik ga doen. Ik denk dat ik misschien nog een beetje script ga stempelen. Maar dan neig ik naar, ik zal hem even laten zien, naar die old paper kleur. Ik ga even boven mijn camera hangen. Oh, gelukkig dat jullie wel het beeld hebben. Deze zou trouwens ook wel kunnen, maar ik denk dat hij net iets donker is. Maar bijvoorbeeld nou deze. Dat lijkt op de pet iets anders dan dat die in het echt is. Of, en daarvan wil ik even niet hoe die heet. Deze. Ik denk dat dat wel mooi is om misschien wat script te stempelen. Dat het dan heel subtiel is. Want uiteindelijk komt dat wel weer een beetje, komt de kleur weer wat terug. Maar hebben we nog iets op de achtergrond. Dan ga ik wel gewoon uit mijn losse hand doen. Dus ik ga dat niet te strak doen. Maar gewoon hier en daar wat tekst. En misschien dat ik nog wat spettertjes ga toevoegen. Maar dan ga ik wel even de foto's afdekken. Want ik vind het leuker als de spetters niet op de foto's zelf zitten. Ik zal hem heel even een beetje draaien, want dan hebben jullie wat minder weerspiegeling. Maar dan hebben we dit tot nu toe. Ik denk dat ik het voor nu even hierbij laat. Ik dank jullie heel erg voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik het ging opbouwen. Het was natuurlijk niet heel veel technieken of zo. Is voornamelijk ook... Opbouwen is natuurlijk ook een beetje hoe jij zelf het leuk vindt. Ik vond het in ieder geval weer heel gezellig. Ik wens jullie een hele fijne avond. Ik ben er volgende week een weekje niet. Dus ook de woensdagochtend ben ik er volgende week niet. In verband met een andere afspraak. Dus dan weten jullie dat vast. Ik zal nog wel een berichtje plaatsen. Morgen of vrijdag komt er nog wel een nieuwe swap op de J-maakgroep online. Dus hou dat even in de gaten als je het leuk vindt om mee te doen. Ik wens jullie nog een hele fijne week en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!